Ja, jongens, het was weer zover. De Oscar-nominaties. Laten we er heel even naar gaan kijken. Ja, graag. Oh, een kleine letter. Ja. Joker. 11 nominaties, wel de gedoodverfde winnaar, hè? Henry, op wie zet jij je geld? Ja, kijk, voor mij is kunst... Ja, dat mag nooit een wedstrijd worden, wat mij betreft. Maar voor mij had het wel wat inclusiever gemogen allemaal. Qua mensen van kleur. Hashtag Oscars so white. Ja, absoluut. Ja. Ik had zelf ook heel erg zoiets van hashtag where are the women. Ja, ook dat. Ik bedoel, er zijn geen nominaties voor, ik noem maar in Lupita, een jongen of een Lulu Wang. Dan denk ik... Nou, ik kijk niet naar kleuren en ook niet naar seksen. Volgens mij staat er niemand tussen die er niet tussen hoort. Nee. Een keurig lijstje. Nou, ik had gehoopt op een Danny Glover of zo. In plaats van wie dan? Nee, daar gaat het niet om. Oh, sorry, ik dacht dat dat toevallig wel omging. Bij de Oscars. Kan aan mij liggen, hoor. Nou ja, kijk, de maatschappij bestaat wel uit allerlei aannames. Hè? Gender, identiteit. En dan zit je natuurlijk al snel op racisme, seksisme. Dus... Wat zeg je? Nou ja, ik denk dat je daar zo langzamerhand je verantwoordelijkheid in moet nemen. Zo'n Leonardo DiCaprio, die zet toch een ongeëvenaarde prestatie neer. Dat is toch algemeen bekend, in Titanic al. Nou, ja, kijk Ton, jij weigert met de status quo in gevecht te gaan. Precies, patriarchaat en zo. Ja, ja dat zal best allemaal, dat wil ik best van jullie aannemen. Maar je kan toch niet ontkennen dat zo'n Joachim Phoenix uit de Joker... dat die een ongelooflijke prestatie neerzet. Ja. Dat is algemeen bekend. Ja. Nou, dus je bent het er eigenlijk mee eens. Waarmee eens? Nou, het is een privilege om een podium te krijgen, toch, Hen? Zo is het. Dat is absoluut. Sorry hoor, maar ik snap hier geen rol meer van. Maar... Ja, ik denk dat wat Henry wil zeggen... is dat het allemaal wel heel erg wit is. Ja, ook. Precies. Nou, kijk eens even om je heen, zeg. Huh? Nou, ik vind Eva anders best wel van kleur. Oh ja? Dankjewel. Dat vind ik heel leuk om te horen. Ja, jij hebt toch iets mediterraans of zo? Dat, hè? Ja. Ik wel, ja. Nee, dat zegt mijn vader ook altijd. Oh ja? Ja. Tom, heb jij niets van kleur in je? Nee. Onze stamboom is terug te herleiden tot 1234. Oh ja? Ja, en dat speelt zich allemaal af in het kringetje Amsterdam, Hoorn, Alkmaar. Ja. Nou, wat grappig. Ja. Ik ben er onlangs achtergekomen, het is wel heel interessant, dat ik voor 6,7% Maasai ben. Oh, wat ben? Maasai. Maasai? Oh, wauw. Ja. Wauw. Wow. Ja, en als je goed kijkt, dan kan je dat ook zien. Okay. Oh. Zie je dat? Wat moet ik zien? Ja. Ik zie vooral hele mooie ogen. Dankjewel. Het stipje. Je ziet het in de iris vaak, hè? Ja. Ah. Wauw. Wauw. Nee, dat lukt mij niet. Ja, ik wil alsof je vliegt of zo. Dat je langer blijft hangen dan gewone witte mensen. Dat is Maasai. Himaweni we baba. Himaweni we baba. Weni we baba. Homeless, homeless, moonlight sleeping on the midnight lake. Homeless, 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 moonlight sleeping on the midnight lake. Somebody say, hey, hey, hey. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, hey, hey. Somebody sing, cry, why, why. Somebody say, hey, hey. Chico Mango, Chico Mango. Chico Mango, the my way. Chico Mango, Chico Mango. There's a love I love in this way. Homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Kulamani, Kulamani.